Ja, ze noemen dat de een zijn dood is, de ander zijn brood. 3 aanvallers geblesseerd en Cody Gakpo komt erin. Ja, dat is hoe sport werkt. Helaas natuurlijk geen niemand blessure, maar zoals je zegt, het hoort erbij. En dan moet ik aan de bak. Ja, de regels zijn van de sporters zijn ook presteren. Je maakt meteen even een doelpuntje. Ja, het is mooi meegenomen natuurlijk en het was een belangrijke goal. De wedstrijd ging op slot, maar ik denk dat we de wedstrijd ook al eerder hadden kunnen beslissen. Maar ja, de beslissing viel uiteindelijk toch. Maar ik denk wel dat je met een fijn gevoel naar huis gaat doen. Ja, en als je een goaltje meepikt, is het altijd lekker, dus dan slaap je altijd goed. Wat is het doel wat jij jezelf gesteld hebt voor dit seizoen? Ja, zoveel mogelijk wedstrijden spelen, zo hoog mogelijk rendement halen. En dan zien we wel verder. Heb je iets in je hoofd, aantallen? Nee. Er wordt veel gezegd, Don Jamal in oranje. Wat vind jij ervan? Ja, dat is goed. Dat is goed voor Don natuurlijk. Hij doet het fantastisch. Onze nieuwe nummer 9. Hè. Dus fantastisch speler. Fijn om mee te spelen. Maar ik denk dat iedereen in het team wel weet wat hij kan en dat hij het verdient waar hij nu staat. En wij moeten hem helpen en hij moet ons ook helpen om zo goed mogelijk resultaat te halen in de wedstrijden die we spelen. Vandaag wedstrijd om 8 uur. De supporters waren er duidelijk niet blij mee. Wat vond jij ervan? Ik snap het. En dat is, ik snap ook waarom ze het niet fijn vonden, maar volgens mij was de wedstrijd gewoon verzet. Dus daar kan ik kan er niks aan doen. Dus, ja. Tot slot, er wordt veel gepraat over Bergwijn en eventuele contractverlenging. Praat jij al een beetje op hem in dat hij moet blijven? Ja, natuurlijk, fantastisch speler ook. Maar het is aan hem zelf wat voor stappen hij wil maken in zijn carrière. En ik hoop natuurlijk dat hij blijft. Het is een goede speler voor het team. Maar ja, het is zijn carrière zoals ik al zei. En hij moet doen waar hij zich goed bij voelt. En dan zien we het ook.